Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering reikt grondbeschikkingen uit in Kommewijnen. LBO Meerzorg uitgebreid met 4 praktijklokalen. Regering kondigt tijdelijke subsidiekorting aan op diesel en gasoline. Suriname kan invulling geven aan vraag naar vlees op Barbados en Trinidad. Kommewijnen beschikt over eerste outdoor gym. En Nauratri moet onzekerheid plaats laten maken voor betere toekomst. Elke burger heeft recht op een stuk perceel. Dit geeft zekerheid en levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. Tegen deze achtergrond heeft president Chandrika Prasad Santokhi op donderdag 7 april een aantal grondbeschikkingen uitgereikt in het district Kommewijnen. De regering lost hiermee niet alleen de verkiezingsbelofte in, maar werkt de achterstanden in grondpapieren verder weg. De meeste van ze zijn oude aanvragen. Mensen die jarenlang hebben aangevraagd, soms 20 jaar. Dus nu moesten we gaan zoeken naar deze stukken. De mensen oproepen, bijvoorbeeld om een stuk bij Komankeri, om het helemaal te complimenteren. De grondinspecteurs hebben dat voorwerk gedaan, samen met de DC, ook deze adviezen uitgebracht. Wij hebben dat intern dan de beschikkingen gemaakt. Dus zodoende zijn deze mensen, die eigenlijk al misschien al wonen op de plekken, zoveel jaren, hun vandaag hun bereidsverklaring of hun toewijzingbeschikking in handen mogen krijgen. Daarna heb je weer een tweede groep. Dat is de groep van de online geregistreerden. Dit project hadden we gelauncht op 1 oktober 2021. Waarbij de regering ieder had opgeroepen die 21 jaar en ouder is om zich online te registreren. Zeg van bijvoorbeeld, ik wil graag een stukje perceel in Kommewijnen voor bebouwing. Die registreer. En wat we toen hebben gedaan is de eerste 500 zoveel mensen selecteren. We hebben gecheckt met GLIS als ze al eerder een perceel hebben. Want we zeggen, we gaan eerst aan degene geven die nog niks hebben. En daarna hebben we alles voor ze voorbereid. Misschien weten sommigen niet eens dat ze momenteel aanmerking zijn gekomen voor een stukje perceel. Omdat we hun nooit hebben gebeld. We hebben alle zaken intern voor ze geregeld. En ze krijgen gewoon een telefoon van het ministerie. Ze zeggen van oké, u mag uw bereidsverklaring ophalen. Want u had zich online geregistreerd. En zo is het eraan toe gegaan. Dus deze mensen die vandaag aanwezig zijn, dat is voor hun een verrassing. Omdat alles maar bijna begi hoog batak, begi op batak van. Misschien gaat het niet werken, want het is sinds oktober, we hebben daarna nooit meer wat gehoord. En u heeft het vandaag gezien dat het werkelijk heeft gewerkt. Dus zo zijn de voorbereidingen eraan toe gegaan. De districten die nu nog moeten volgen, Paramaribo, Koroni, Sipaliwini, Brukkeponde, die 4 districten moeten nog volgen. Dus wanneer we deze een ronde hebben gedaan in al deze 10 districten, dan beginnen we weer met waar we waren gestart. Dus het beleid ziet er naar uit dat we de achterstanden die daar zijn, die duizenden, gaan oplopen. De online geregistreerden gaan afwerken en de nieuwe aanvragen ook afwerken. Dus er is heel veel werk aan de winkel en we gaan ervoor. Mijn mensen, uw grootste vindt die er. Nog speculeer. Agrofjok is waarde. De LBO Meerzorg is uitgebreid met 4 praktijklokalen. Deze uitbreiding staat in het kader van de verbetering en vernieuwing van het lager beroepsonderwijs. Het betreft een project waarbij op 12 scholen in verschillende districten praktijklokalen bijgebouwd of gerenoveerd worden. President Chandrika Prasad Santokhi viel op donderdag 7 april de eer te beurt de praktijklokalen op Meerzorg officieel in gebruik te nemen. Minister, er zijn net nieuwe LBO-lokalen geopend. Wat betekent dit voor het onderwijs? Nou, dat we een bijdrage leveren aan de uitvoeringscapaciteit van Suriname.
Tot nu toe hebben we redelijk goed mensen kunnen opleiden, algemeen vormend, ook beroepsonderwijs. Wat we nu aan het doen zijn, is het beroepsonderwijs naar voren schuiven. Omdat voor de productie in dit land heb je het beroepsonderwijs nodig. En dat is het eerste gebouw met een aantal lokalen waarin we dus de praktijk van de mensen, dus het kunnen doen van dingen, het uitvoeren op een hogere kwaliteit brengen. En het is gewoon nodig voor al die bedrijven die in Suriname komen werken. Voor onze eigen bedrijven in Suriname in de eerste plaats. En in de tweede plaats voor de grotere buitenlandse bedrijven die naar Suriname komen. We moeten aan de standaarden voldoen. De internationale standaarden. En daar zijn we dus hard mee bezig. Die internationale standaarden te halen. En daarvoor is de eis dat je goede machines hebt. Dat je goede praktijklokalen hebt. Waarin dus nieuwe machines staan. Die voldoen aan de eisen van de 21ste eeuw. En dat is wat we vandaag hier hebben gedaan. Waarom is er gekozen om per se in Meerzorg te beginnen? Nou, dit is toevallig, omdat de president ook, hoe zeg je dat, aan deze kant moet zijn voor drie andere activiteiten. Maar hij gaat volgende week naar Wanica en naar Nikeri, want we hebben in de districten, Atjoni ook nog, hetzelfde gedaan. Overal staan deze machines. Het is een ongeveer 8 miljoen US dollars geweest aan lokale en machines. Dus er zijn heel veel nieuwe machines gekocht. En in alle districten komt er zoiets te staan. Zodat niet alleen het lager beroepsonderwijs, maar ook het middelbaar beroepsonderwijs gebruik kan maken van de machines. En zelfs het hoger beroepsonderwijs hebben ze deze machines nog niet staan. Dus het wordt gedeeld met de andere beroepsopleidingen. Om wat voor machines gaat het? Het hangt er vanaf welke studierichting er gekozen is. Er is voor de auto-industrie, er is voor gas, water, er is voor bouwen, dus de bouwkunde, elektriciteit en zo. Dus verschillende richtingen hebben hun eigen machines gehad. Hele moderne machines. En zijn de leerkrachten, leraren eigenlijk ready om les te geven? Zijn ze getraind daarvoor? Niet van alle machines nog. Het zijn zulke nieuwe machines dat de leerkrachten getraind moeten worden. Maar wat we doen is we trainen de eerste 25. Omdat je niet te veel mensen op hetzelfde moment in het lokaal kan hebben. En die mogen dan de anderen gaan trainen in het gebruik van de machines. De regering is voornemens een tijdelijke subsidiekorting in te voeren op diesel en unleaded. Het ligt in de bedoeling om met deze maatregel de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te beperken voor de Surinaamse burger. Deze situatie in Europa heeft internationaal reeds geleid tot hogere brandstofprijzen. De olieprijs bereikte in maart een record van $130 per barrel. Momenteel schommelt deze prijs tussen de $100 en $110. In januari lag de prijs nog rond de $80 per barrel. De pompprijs wordt in Suriname elke maand aangepast aan de hand van het verloop van de internationale olieprijs. De effecten van de oorlog maken dat de prijzen voor april hoger komen te liggen dan nu het geval is. De prijzen zijn vrij van government take, hetgeen betekent dat inclusief deze overheidsinkomsten de tarieven dan weer enkele punten hoger zouden liggen. Om de Surinaamse economie te beschermen en de gevolgen voor de samenleving te beperken, zal de overheid inkomen met een subsidiekorting. De finale subsidiebedragen en de daarmee samenhangende pompprijzen zullen aanstaande vrijdag in de regeringsraad worden vastgesteld. Op Barbados en Trinidad en Tobago bestaat een enorme vraag naar vlees. Suriname kan volgens minister Parmanan Suudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij hierop inspelen. De bewindsman heeft recentelijk bilaterale gesprekken gevoerd met zijn collega-ministers van de twee voornoemde landen.
De gesprekken vonden plaats tijdens de deelname van minister Seudin aan een conferentie van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO in Ecuador. Barbados en Trinidad willen rundvlees, voornamelijk vlees van kleine herkauwers uit Suriname, betrekken. Op jaarbasis bedraagt de vraag gezamenlijk ongeveer 5000 ton vlees. LVV is reeds bezig met de voorbereidingen om de quarantaineruimte in orde te maken voor import van fok- en vermeerderingsmateriaal. Veeboeren die willen participeren binnen dit programma zullen uitgenodigd worden voor een bespreking en het maken van afspraken. Er bestaan ook exportmogelijkheden voor bepaalde groente- en fruitsoorten naar Barbados en Trinidad. In navolging van de Safe Exercise Area, waarmee de regering bewegen onder de samenleving wil stimuleren, is op donderdag 7 april de eerste outdoor gym geopend in het district Kommewijnen. President Chandrika Persat Santokhi legde bij deze gelegenheid de nadruk op het belang van bewegen voor een gezonde samenleving. Hier op Kommewijnen hebben we iets bijzonders opgezet met bijstand van PAO, namelijk een open door gym. En wat is de betekenis hiervan? De betekenis gaat u pas begrijpen als u dit plaatst tegen de achtergrond van de visie van de regering als het gaat om gezondheidsbeleid. Gezondheidsbeleid is bijzonder belangrijk. En het begint met een strategisch beleid vanuit de regering dat verder uitgevoerd wordt door het ministerie van Volksgezondheid. En het plan van de regering is om in alle weken een healthy lifestyle unit te hebben. Met gezinscoaching, met begeleiding van de buurt, met begeleiding van de personen. Zodat iedereen daar terecht kan. Ik weet niet of jullie nog mijn interview gehoord hebben. Aan het eind van het jaar, een journalist vroeg me, president, wat zou je persoonlijk willen doen het komend jaar? En ik heb gezegd, mijn streven is in de eerste 4 maanden, tot 1 april, 10 kilo af te vallen. Wow. Ja, applaudisseer maar, jij is aan de stand van zaken. We hebben nog 4 weken te gaan. En gisteren ben ik, want ik heb een persoonlijke coach die me begeleidt. En gisteren ben ik weer in de gym gegaan, weer op de weegschaal, alles meten, vet meten, gewicht meten, BMI. En gisteren was het dat ik al 6 kilo al afgevallen was. Nog 4. En we hebben nog 4 weken. Dus dan komt je meer aan je af. Gebruik gezonde voeding. Ik neem van huis uit mee. Gezonde voeding meenemen. En trainen en bewegen. Dit is een initiatief vanuit het ministerie van Volksgezondheid, welke vandaag we hebben kunnen realiseren. De Open Air Gym te Nieuw Amsterdam. Dit is het concept geweest welke de PAHO eigenlijk in diverse landen reeds heeft geïnitieerd met andere overheden in het Caribisch gebied. Ja, dat het geen onbekend verschijnsel is als u ook richting Miami gaat. In andere landen ziet u de mensen langs de stranden trainen. Dus het concept hebben we niet gehad in Suriname. We hebben dus toen geïnitieerd van luister, health promotion, gezonde leefstijl. We praten allemaal over gezonde leefstijl. Mensen worden eigenlijk gevraagd om te bewegen. We moeten vaak naar de dure gymscholen gaan. Dit is absoluut geen concurrent voor de gyms. Maar vanuit de overheid is dit een initiatief dat mensen in de gelegenheid gesteld worden op hun eigen, in hun eigen tijd, op hun eigen manier te komen bewegen. Door het gebruik te maken van deze gymtoestellen. En uiteraard de open air, het open air concept geeft ook aan, te midden van COVID, waar we altijd hebben gezegd outdoor activiteiten zijn veilig. Is dit een geweldige ontwikkeling dat wij hier in principe de mensen stimuleren. Met Nora 3 is het de bedoeling dat negativiteiten in het leven worden weggenomen. Onzekerheden zullen plaats moeten maken voor een betere toekomst. Het voorgaande stelde president Chandrika Persat Santokhi op woensdag 6 april
bij zijn bezoek aan Sri Radha Krishna Mandir op Blauwgrond. Het staatshoofd riep op om naar de stem van de schepper te luisteren. Zoveel stemmen van teleurstelling. En sommige stemmen die beginnen jou aan te vallen. Sommige stemmen beginnen jou uit te schelden. Wat doe je? Waar is uw anker? Luister naar die ene stem alleen. Die ene stem die jou daar geplaatst heeft, samen met duizenden stemmen die ook geluisterd hebben naar die ene stem. Luister naar die stem en volg die stem en die stem leidt jou. Dat is waar ik Krishna een anderhalf jaar geleden. Onze financiële crisis onder controle. Lege kast is nu weer vol. Financiële crisis, schuld van 4 miljard. Daar hebben alle medewerkers, daar hebben alle medewerkers gehad, maar die schuldeisers gaan ons helpen om die schuld te herschikken. Vandaag heb ik nu 800 of 700 miljoen van IMF. Nu heb ik 900 miljoen van IDB. Nu heb ik 53 miljoen van Wereldbank. Nu heb ik van zoveel andere donoren ook bij gehad nog 150 miljoen. Hoe komt dat? Die ene stem bleef volgen. En dat is waar we staan. Anderhalf jaar heel moeilijk. Nu kan ik teruggeven aan het volk. Nu hebben we alle projecten daar die we gaan uitvoeren. En dat is wat ik jullie ook vraag. Kapi Ablo Himmat Naharo. Toen onze voorouders kwamen en vertrokken uit India, kon je leek als het? Even Jori, Omerahan, Biswas. Omerahan, Dharma. Omerahan, Tagat. Omerahan, Himmat. Omerahan, we gaan naar een betere toekomst. Omerahan, we gaan een betere toekomst creëren voor onze kindskinderen. En dat hebben ze gedaan. En een land achtergelaten die wij verder moeten ontwikkelen met diezelfde spirit. Dus waar wij dan? Aap, Kapi, Nakhabrayye. Deze moet je lijden. अच्छा से भगवान के विश्वास से भगवान के रास्ता पे और भगवान के नेम पे सब काम बनी आप लोग बीती का ब्रेव बेल एंड ऑल योर प्रॉब्लम गा अपलोस हुआ ऑल योर अनसिक्योरिटी गा अवे फॉर ऑल न्यू इन दिस स्टेट पनोरामा बिट. En u gaat wonderen zien. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.